De Omgevingswet komt eraan. Deze bundelt zo'n 26 wetten op het gebied van fysieke leefomgeving. Dat betekent minder regels, meer overzicht en meer ruimte voor goede initiatieven. Wel vraagt het een nieuwe manier van werken voor zowel de organisatie als het individu. In deze vierdelige MOOC, Anders werken door de Omgevingswet, geven we een impuls aan dit veranderingstraject. In inzicht nummer 1, wat brengt de Omgevingswet, nemen we een kijkje in Den Haag. Ik ben Edward Stichter van de VNG en ik neem jullie mee naar de Binkhorst om te laten zien op een concrete locatie wat de Omgevingswet is en wat de impact daarvan is op de gemeentelijke organisatie. In inzicht nummer 2, rollen veranderen, patronen doorbreken, zoomen we met Friso de Zeeuw en Thijs Homan in op het individu. Welke houding en gedrag zijn noodzakelijk om het veranderingstraject te laten slagen? In inzicht nummer 3, krachtig samenspel, integraal samenwerken, reizen we af naar de gemeente Breda. Daar werken verschillende partijen op 3 niveaus succesvol samen aan de ontwikkeling van natuurgebied Markdal. In inzicht nummer 4, het gesprek bij de Omgevingswet, geven Hans Albersen en Tika Peeman tips over hoe je het gesprek aangaat met de burger en andere actoren waarmee je moet samenwerken. Benieuwd geworden? Meld je dan gratis aan op omook.nl en laat je inspireren door de MOOC Anders werken door de Omgevingswet.